Er is maar één volk, de mensheid. En er is maar één geloof, de liefde. Dank u. In hoeverre vindt u die aanslagen iets met islam te maken te hebben? Daar ga ik u straks antwoord op geven. Maar kort, gewoon in 2 zinnen. Nee, dat kan ik niet in 2 zinnen. Ik ga even dat zo meteen doen. U moet niet weglopen, want ik kom bij u terug. In de naam van God. De aanslagen in Brussel die we net achter de rug hebben, wat hebben die te maken met islam? Nou ja, die hebben natuurlijk alles te maken met de interpretatie die die terroristen eraan geven. Dus ik ben altijd heel erg tegenstander van mensen die er omheen praten. Zij hebben een visie op de islam die zeer intolerant is. Maar er zijn ook mensen die er heel anders over denken. Hoe moeten we kijken naar Saoedi-Arabië? Nou ja, wij als Humanistisch Verbond maken ons heel veel zorgen over de vrijdenkers die daar, maar ook andersgelovigen en ook zelfs vrijzinnige gelovigen die daar keihard worden aangepakt door de hele extremistische staatsislam die daar is. En wij zeggen ja, daar moet je als Nederland, maar eigenlijk wereldwijd, tegen optreden via de Verenigde Naties. En op die manier ervoor zorgen, hopelijk, dat je druk uitoefent dat daar ook individuele vrijheid, mensenrechten gaan gelden. Volgens mij gaat het over menselijke waarden en daar past het ook niet bij wat in Saoedi-Arabië gebeurt dat je mensen onthoofd. Dat is bijna net zo erg als wat de IS natuurlijk doet daar. Maar met Saoedi-Arabië doen we wel zaken. Ik weet niet, het zullen wel oliebelangen zijn of zo. Dus dat voelt ook heel dubbel. Dat zeg ik als mens, als privépersoon. Dankjewel. Ik heb de trap. Wat is dat? Waar is de fotograaf? Waar is de zou jij dat willen doen? Chantal. Hoi, Schumann. Ik had je nog niet gezien. Wie neemt het foto? Ja, sorry. Marokkaanse televisie. Hallo, Marokkaanse televisie. Ja. Mijn Marokkaans is slecht. Probeer het maar. Doet u deze bijeenkomst een beetje denken aan de bijeenkomst na de moord op Theo van Gogh? Ja, toen was ik er ook. Het doet mij in de verte wel een beetje aan denken. Omdat er iets vreselijks gebeurd is en daar wil je door met elkaar, met al je verschillen, te laten zien dat je daar allemaal tegen bent, iets aan doen. In hoeverre kunnen we zeggen dat ISIS niets met de islam te maken heeft? Kijk, u heeft vast wel eens gehoord van het gezegde, een koe is een beest, maar dat betekent nog niet dat elk beest een koe is. En ik geloof dat je hier kan zeggen, of laat ik het anders tegen u zeggen, u stelde die vraag er straks ook al. Als in Istanbul IS-terroristen tientallen moslims vermoorden, hoe kan je dan op het idee komen dat moslims schuldig zijn aan die moord? Aan de andere kant, wat IS doet en hoe IS leeft lijkt heel erg op Saoedi-Arabië en dat veroordelen we minder. Of wilt u ook heel erg stelling nemen tegen hoe Saoedi-Arabië mensen berecht? Ik wil op Goede Vrijdag op de Dam niet de hele wereld bespreken en dat wil niet zeggen dat ik met 2 maten meet, maar ik sta hier omdat ik met deze mensen, met al deze mensen, aanslagen tegen mensen veroordeel. En dat wij hier laten zien met z'n allen dat men ons er niet onder krijgt. En daar wil ik het toe beperken. Dus ik ga niet de hele wereld en de hele geschiedenis door. Dit is relevant en ik sta hier met alle genoegen. Maar het is natuurlijk wel zinnig om heel goed aan te geven wat die menselijkheid is waar wij voor staan. Wat die rechtvaardigheid is. Want daar staat u ook voor als burgemeester in Amsterdam. Dus in die zin is het wel fijn om een beetje kaders te scheppen. Islam zoals ISIS, islam zoals Saoedi-Arabië, distancieren we ons van. En vanzelfsprekend staan we hier omdat we waarden delen. En die waarden zijn vrijheid en humaniteit. Maar we hoeven niet de hele wereldgeschiedenis en de hele wereld door te nemen. Want het is een manifestatie om dat tot uitdrukking te brengen. En ik denk niet dat ik hier nu in een hele grote discussie me moet laten meetrekken. Dus als u het goed vindt, zou ik het nu willen stoppen. Dank u wel. Graag gedaan.